Ik schrok er net van, hè. Ik durf ook niks op de slechte plek terug te zetten. Want overal staan to-go coffee cups, koffiefilters. Maar hier heb je bijvoorbeeld ook travel thermoskannen. Om Amerika in te komen voor die twee wedstrijden die we graag wilden rijden, Thomas en ik, Unbound en een wedstrijd in Texas. Ringer van der Zanden, een Nederlandse autocoureur, die stuurde mij een bericht, ik denk op donderdagmiddag, van Lau, ben je al in Amerika, want je kan met mij mee als helmen poetsen. Dus ik zeg, fuck, tuurlijk ga ik met je mee, weet je wel, hoe regel ik dat? Nou, dit is mijn visumman, bellen. Gedaan, nog in de stress gezeten tot dinsdag, totdat ik van hem het bericht kreeg, oké, het is door, je mag gaan. Ik ben in Detroit gevlogen, met Renger zeg maar naar het circuit gereden, daar twee dagen rondgang of drie. Ik heb Lauwens ten Dam dus meegenomen naar Mid-Ohio, maar onder één voorwaarde. Dat is dat hij mijn helmen zal gaan poetsen, dus Lauwens, ik heb hier een busje voor je en een poetsdoek. Aan de bak, man. Poets hem maar. Dan rij je ook met een dichte cockpit, dus echt vies wordt hij ook niet. We zien dus de bedrijvigheid in die pit hier ook. Een beest. Er staat geen auto, maar er staat gewoon een raket. Een stuurtje met een hoop knoppen en buttons. We kunnen ook veranderen op de traction control, de rembalans, de anti-rollbars tijdens het rijden. Dit is een helmet blower, dan krijgen we een beetje zuurstof naar de... Ja, echt net als een astronaut. En wat koeling in de stoeltje. Wordt natuurlijk ontzettend warm. Nog met Renger naar die party gisteravond geweest. The night after. Ik ga even drinken. Die gozer die heeft dorst. Die is een beetje laat naar bed gegaan. We zitten hier als twee rechtgeaarde Hollanders. Zullen jullie even mee die keuken van die miljardair te reden? Ja. Ik noem het altijd het huis met de 18 schoorstenen. Want Nicky Terpstra en ik rekenen altijd als we door het gooien aan het fietsen zijn de grootte van de huizen af aan het aantal schoorstenen bovenop het huis. Nou, deze en in het gooien, het grootste huis heeft er 4. Deze had er 18. Dus dat geeft wel aan hoe groot het huis was. Het was net een hotel. Ik schrok er net van, hè. Ik durf ook niks op de slechte plek terug te zetten. Overal staan to-go coffee cups, koffiefilters. Maar hier heb je bijvoorbeeld ook travel thermos kannen. Als je straks nog even zin hebt om een muffintje of weet ik veel wat mee te nemen, kan gewoon. Het is geen hotel, hè mensen. Het is geen hotel, maar... Oh ja, hier. Personalized mugs, canvas mugs, foto mugs en graphic mugs. Abraham Lincoln staat ook in de gang, hè? Ja, ik zag hem, joh. Ik zag hem kapot, jongen, gisteren toen ik door het huis heen liep. Kom, we gaan nog even laten zien. We zijn nu toch bezig. Om even een wc te zoeken liep ik hier door deze hal heen. Ik kwam van die kant kwam ik en ik kom zo het hoekje om. Ik schrok me helemaal kapot, jongen. De elektriciteitsrekening hier schijnt $250,000-$300,000 per jaar te zijn. Dat is een beetje groot. Weet je wel, dan ben ik aan het rommelen met mijn zonnepanelen, zeg maar. Ik ga zo rijden naar Chicago en ga ik op zoek naar de volgende miljonair of miljardair. Renger, het was een topweekend. Winnen. Dat ben ik dus in Amerika aan het doen. Dan rijd ik van camperbusje 1700 kilometer naar Texas, waar die wedstrijd is. Maar dan heb ik allemaal spullen bij me. En als het goed is, is daar dan een Airstream gehuurd door de organisatie voor me. Dus dat is een hele vette oude zilveren camper door de organisatie. Dat is een tor van Gravel Locos. En ga ik daar proberen die koers te winnen tegen die Amerikaanse Gravel Pros. En voor jullie beeld, ik fiets vandaag niet. Dat is maar goed ook. Vandaag niet zo erg om niet te fietsen. Ik hoop dat jullie wat meer snappen nu wat ik hier allemaal aan het doen ben. Ciao. Keukentje uitgebruiken.
daar staat maple syrup, havermout. We hebben hier rijst en pasta voor de dag voor de koers. Van Cliff Bars, chippies. Lekker lunch.